Voyage, the real one. We gaan overnachten. We gaan hem testen. Kunnen we hier onderdoor? 2 centimeter speelruimte. 2 centimeters, Harvey. Oké. Okay. Oh yeah. Waar is die coolbox? Split. Nou, bye. Doei. Doei. Oké. Naar de zon. Oh, die is hier. Oh, we zijn er. Ja, laat me staan. Yay. Verkeer van rechts? Nee. Ruim het gat niet in. Alle gaten. Oh, Indy, daar gaan we. Yay. Yay. Oh, it feels a little strange to leave her son. He's almost 30. I know, I know. Daar gaan we. Wat zei je ook weer? Lekker veel eten, lekker veel rust en... Wat hebben we? Nee, laat maar. Ah, het schakelen is wel... Dus even wennen. Zo'n ding aan het sturen. Ik zit ook steeds mis. Nou, probleem al. Little doggy. Is also excited. Indy. Onze eerste stop. Our first stop. De eerste stop. Stuwmeertje. In de richting van Trollhättan. Between Trollhättan en Jönköping. Nou, prachtig weer. We hebben 1 klein buitje onderweg gehad. Morgen gaat het wat regenen. Maar hij doet het perfect. Onze oude kar. Onze Crazy Daisy. Je lichten staan nog aan, hè? Ja. Dat zijn dingen waar we aan moeten denken. Het is allemaal nog niet zo luxe, natuurlijk. Ach, we hadden alles op slot gedaan. Hij is bang dat hij wegrijdt. Op slot. Sukkel. Oh, de auto rijdt weg. Nee. What's it? Hey, Liertje. Hey, Indy. Vind je het leuk? Coffee break. Yay. In beautiful Sweden. Don't jump. Je bent lief. Nee, niet springen. Zo, en hoe voelt het? Heerlijk. Het is een beetje wennen met zitten schakelen, maar ach. Yes, ons eerste uitje. En dat we maar velen mogen volgen. Deze vrouw van hem. Nee, nou hoef ik niet meer te schakelen. Oké. Okay.
nou, ik dacht misschien moet je hem even roeren. Yes. En mooi weer, hè? Nou, we hebben eindelijk een plekje gevonden. Finally we found ourselves a place. It's nearby Munkedalen. Het is vlakbij Munkedalen. In Oost-Jutland. We staan op een visplekje. Helemaal alleen. Inmiddels is het denk ik 4:30. We zijn vanochtend om 9:00 weggegaan. Wel met allemaal pauzes en dergelijke. Maar het neemt aardig wat tijd in beslag om een plek te vinden. It takes a lot of time to find a place. This is the west coast of Sweden. And there's a lot of houses. So it's not easy. Indy! Kom hier, Boefie. Wasn't easy. Viekgeu heet het hier, het Viekmeer. En er is een wandelroute omheen. Er staat nergens dat het niet mag. We didn't find any signs that it wasn't allowed, so it's okay. Tea time! Oké. Gaat het goed met je? Even de lichten uitdoen. Right. Oh, het is wel koud geworden. Het was mooi weer, maar er ligt allemaal gruis op de mat. Ja, thank you. Ik ga een kopje thee zetten. Geer is ook uitgelaten. Yes. This is one good place. We tested the little water cooker that I bought second hand. Ik heb deze bij Erik Schelp gekocht voor 3,5 euro. Is 1000 watt met een spiraaltje. Dat doet het perfect. En het had eigenlijk geen invloed op op onze zonnepanelen. Perfect. Dus dit wordt onze slaapplek. Mooi uitzichtje. We krijgen bezoek ook zo te zien. Daar hebben we een zootje van gemaakt. Je staat erop, sukkel. Je hoeft niet vast. Mm-hmm. Wie zit daar? Vind je je lijntje leuk? Wat zie je nou met je lijntje dan? Ah, mijn vingers ruiken daar. Zo, hé. Hey. We hebben een plekje, hè? Yes. We zitten nou hier. Nou, ik had het eigenlijk niet meer gedacht hier, want het is net al aan de oostkust, dat is populair. De pars van de huisjes. Dus toen hebben we op de kaart gekeken, want de TomTom deed het niet meer, of de Carmen. De TomTom Carmen? De Carmen deed het niet meer, de aansteker, dat contact werkt niet, of dat ding is gaar. Dus we hebben het ouderwets met de kaart moeten doen. En toen vonden we een plekje. En dat kan de Garmin niet. Dus dit is een kiekje plekje. Kiekje? Een kiekje plekje. Yes. Nou, en nu een bakje thee, hè? Lekker bakje thee en even wat om de maag te vullen. En dan gaan we straks wel eten. Ja. Dan maken we wat groters. Nee. Nee, dat is van mij. Eet macaroni met chili con carne, blikvoer, in en kentervoer. Lekker, lekker, lekker. Precies. Het is aardig afgekoeld hier. Dit warmt het wel trouwens. Ja. Dichtbij staat dan. De temperatuur is opgelopen tot 25 graden bijna. Heb je onze zelfgemaakte spriet laten zien? Boerenjongens, zelfgemaakt. Het schoot gelijk in mijn verkeerde keelgat. Ik stikte ze wat. Rozijnen. Als nou de politie komt voor jullie, moeten hier weg. Sorry, gaat niet meer. We hebben gesloten. We moeten eventjes wachten tot de volgende nacht. Ja.
We net gegeten. Die doen het. Oei. Come on, focus. And now we have to do the dishes. In this small kitchen. Oh. Kijk, die liggen dan. Ja, je kan niet de vaat laten staan hier. Nou, we houden er toch wel niet van. Maar het is erg koud buiten. Er zijn toch mensen op het meer aan het vissen. Moeten zij weten. Toch? Koffietime. Rainy morning. Goedemorgen. We hebben de nacht overleefd. We hebben wel rare geluiden gehoord. Tegen de camper is getikt. Geen idee of dat zo. Hallo. Wel erg hard. De afzager uit. We zijn ontbijt aan het maken. Vannacht om 1 uur werd er 3 keer heel hard getikt tegen de camper. Ik weet niet of dat iemand is geweest die aan het kloot is geweest. Of een dier. Maar we zitten heel erg afgelegen dus. Het ziet er koud uit. Maar hier is het lekker. Want we zijn eitjes aan het koken en we maken koffie op de ouderwetse manier. Zo dus. Ja, lekker geslapen trouwens. Bedje is goed. Is iets harder dan thuis, maar... Ja? Ja. Voilà. Een bedje. Ja, prima. Prima bedje. Hondje heeft een plekje gevonden met zijn natte lijf op mijn stoel. Joe. Heel fijn. Nou, die heeft ook wel lekker geslapen. De vloer gaat er dus zo uitzien als je van buiten komt. Ja, schoon houden we het niet. Ah, het is maar een klein vloertje. Dus ja. Dat is makkelijk schoon te maken. Hoor dan. Tweede lunch. Dag 2. Op weg naar huis. Onze bootsman. Die. Onze mascotte. Een mooi uitzichtpunt hier. Op de Mussenberg. Of dan de Mussenberg. Of de Muizenberg. Eigenlijk de Muizenberg volgens mij. Mus. De bas. Erg vies weer. Koud ook. Dat geeft niet. Kunnen we de camper goed uittesten. Toch? Ja. Daar zijn we mee bezig. Precies. We hebben heel dingetjes gedaan, opgeschreven. We hebben heel wat vieze was ook. Na dag 1. Zo is het.